Rijlessen zijn de afgelopen drie jaar gemiddeld 23% duurder geworden. Ruim 61,5% van de examenkandidaten van rijscholen in Limburg slaagt bij het eerste rijexamen. Met dat slagingspercentage spannen chauffeurs van rijscholen uit onze provincie de kroon. Het landelijk gemiddelde ligt namelijk op 52%, waarbij Zuid-Holland met 44,9% het minst presteert. Dat stelt Autotrack op basis van eigen berekeningen. Daarnaast kost volgens het platform voor tweedehands auto's één uur lessen nu gemiddeld 58,24 euro, terwijl dat in 2021 nog 47,30 euro was. De kosten van een rijles in Limburg liggen rond het landelijk gemiddelde. Zo betaal je per 60 minuten gemiddeld 57,16 euro. Uit de analyse van ruim 1500 rijscholen komt volgens AutoTrack ook naar voren dat de onderlinge verschillen groot zijn. Zo rekenen de goedkoopste scholen 35 euro per uur, terwijl het tarief bij de duurste rijscholen kan oplopen tot meer dan 80 euro per uur. Maar lagere uurtarieven betekenen niet per se dat je als leerling ook goedkoper uit bent. Uit de analyse blijkt namelijk dat lagere lesprijzen vaak gepaard gaan met lagere slagingspercentages. Bij reisscholen met een tarief van 50 euro per uur of minder ligt het slagingspercentage 20,1% lager dan bij reisscholen met een uurtarief dat boven de 60 euro ligt. De gemeente Sittard-Geleen is een kort geding gestart tegen de Witse BV, eigenaar van Sportcomplex Het Anker in Buchten. De gemeente wil het complex kopen, maar er is een geschil ontstaan over de te volgen procedure. Volgens de gemeente Sittard-Geleen is in 2006, toen De Witse het complex van de gemeente kocht, afgesproken hoe een toekomstige verkoop van de sportvoorziening zou moeten verlopen. Sittard-Geleen stelt dat zowel de gemeente als De Witse een taxateur aan moeten wijzen die samen met een onafhankelijke derde taxateur de verkoopprijs vaststelt. Volgens Sittard-Geleen zegt De Witse zich niet gebonden te voelen aan die overeenkomst. Reden voor de gemeente een kort geding te starten. De witsen willen op dit moment niet op de kwestie reageren. De witsen en sitters geleen zijn al langer met elkaar in gesprek over de verkoop van het anker aan de gemeente. Met de aankoop zou de gemeente meer regie- en sturingsmogelijkheden krijgen. Eerder dit jaar zegde de gemeente namelijk de overeenkomst met de exploitant van het anker per 1 januari 2025 op. Reden was een ingediend vernieuwingsbouwplan waardoor de gemeentelijke bijdrage jaarlijks 1 miljoen euro duurder zou worden. De Witse schatten de verkoopprijs eerder op zo'n 5 miljoen euro, maar de vaststelling van die prijs is nu dus onderwerp van discussie. De gemeente heeft een spoedeisend belang bij het kort geding, want als er op 1 januari geen akkoord is over de verkoop, kunnen verenigingen geen gebruik meer maken van het anker. De gemeente werkt nu aan scenario's waarbij de gebruikers, indien nodig, na 1 januari uitwijken naar andere locaties. Daarover vinden binnenkort gesprekken plaats met verenigingen. Het kortgeding dient op 10 oktober. Vanaf 26 september tot en met 2 oktober vinden er in het hele land activiteiten plaats om mensen dichter bij elkaar te brengen. Ook de gemeente Sittard Geleen doet mee, zelfs als een dagje eerder, op 25 september. Er vinden verschillende activiteiten plaats voor inwoners van alle leeftijden. Want eenzaamheid is niet aan leeftijd gebonden en speelt in alle lagen van de samenleving. Eén op de tien mensen in Nederland ervaart gevoelens van eenzaamheid. Nog eens één een op de drie Nederlanders heeft er wel eens last van. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen en de invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico's, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Voor het derde jaar op rij kleurt Bright Festival de straten van sittard Geleen op 3, 4 en 5 oktober 2024. Tijdens het Bright Festival bundelen vele partners, sponsoren en inwoners hun krachten om bezoekers de kracht van Geleen te laten ervaren als innovatieve plek waarin iedereen uniek is en worden scholieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Sittard geleen en daarbuiten meegenomen in de wereld van circulariteit, duurzaamheid en innovatie. Dit jaar vinden de festiviteiten plaats in en rond het iconische Galfetti-paviljoen, het oude hemapand op de markt in Geleen en op het Camelot-trein. Geleen als circulair centrum vieren, inspiratie opdoen, ideeën bedenken, enthousiasme kweken, ervaringen uitwisselen en elkaar aanzetten tot actie om samen de stad nog leuker, schoner, mooier en duurzamer te maken. Dat is Bright Festival. Op 16 september is de week van de loopbaan gestart. Deze eindigt op 20 september. Niet alleen in deze speciale week besteden we aandacht aan loopbaanbegeleiding, maar ook erna. ...worden interessante workshops en cursussen aangeboden. De Week van de Loopbaan sluit mooi aan bij de landelijke imago-campagne. Ontdek wat je allemaal kan bij de BIEP. De BIEP is meer dan een uitleenservice. Je kunt er onder andere een leven lang ontwikkelen... ...en interessante cursussen en workshops volgen. Niet alleen ter plekke in de BIEP, maar ook online... ...worden allerlei interessante cursussen aangeboden. Allemaal gratis om mensen te helpen met het vinden van werkgeluk. Kijk voor meer informatie over de activiteiten op slash loopbaan De Maas is een belangrijke bron van drinkwater voor meer dan 7 miljoen mensen. Toch is de waterkwaliteit van de Maas in gevaar door afvalwater van verschillende industrieën. Veel van deze vervuiling komt door oude vergunningen van bedrijven waarin niet alle gevaarlijke stoffen zijn opgenomen. Deze stoffen kunnen via de riolering of rechtstreeks in het water terechtkomen. RIWA Maas is het samenwerkingsverband van de drinkwaterbedrijven die hun water aan de Maas onttrekken. In de publiciteit rondom het jaarbericht krijgt Camelot een groot compliment van RIWA Maas. Camelot Zet met een transparante vergunning effectieve stappen om lozingen en schadelijke stoffen aan te pakken. Wij weten tot het niveau van grammen per dag wat we lozen. Maar het mag ook wat kosten als je de eerste duurzame, volledig circulaire chemische site van Europa wil worden. De keerzijde is dat de transparantie veel kritiek losmaakt. Hierdoor bestaat het risico dat andere bedrijven koud watervrees krijgen en zich terughoudend zullen opstellen om volledig transparant te zijn over welke stoffen zich specifiek in hun afvalwaterstromen bevinden. Er zijn meer dan 300 waterzuiveringsinstallaties in Nederland. De watervergunning van Camelot zou andere bedrijven moeten aansporen om ook open te zijn over hun afvalwater. Maar om de waterkwaliteit echt te verbeteren, is er een gezamenlijke aanpak nodig van alle bedrijven en overheden. De prijs van het treinkaartje stijgt met de ingang van 1 januari 2025 met 6 Dit is de uitkomst van afspraken tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de NS. Volgens Wouter Koolmees, president-directeur NS, de afgelopen jaren steeg de prijs van het treinkaartje alleen met de verwachte inflatie, terwijl de daadwerkelijke inflatie in die jaren veel harder steeg. De kosten van NS groeiden door de hoge inflatie veel harder dan de inkomsten. De prijzen zouden om die reden in 2024 met 8,7% stijgen. Het Rijk gaf een eenmalige compensatie van 120 miljoen om deze prijsverhoging met een jaar uit te stellen. De prijs van het treinkaartje bleef in 2024 gelijk. De uitgestelde verhoging van 8,7% wordt nu verdeeld over het ministerie, de NS en de treinreiziger. Voor de reiziger betekent dit dat de prijs van het treinkaartje met 6%, de reguliere verhoging, plus een derde van de uitgestelde verhoging van 2024, stijgt. NS neemt ook een derde voor haar rekening boven op het eerder aangekondigde besparingsprogramma. Hoewel het niet te voorkomen is, doet NS er alles aan dat de consequenties zo min mogelijk impact hebben op de reizigers en de operatie. Met de nadere afronding van het werk in Maasband is ook de doelstelling behaald om binnen het traject van het project Grensmaas nieuwe fietspaden aan te leggen. Van Maastricht tot Roosteren heeft consortium Grensmaas gezorgd voor in totaal ruim 20 kilometer aan nieuwe fietspaden. Oorspronkelijk zouden die fietspaden midden door natuurgebieden leiden, het zogenaamde Groene Snoer. Uiteindelijk is een afstemming met de gemeente in het werkgebied besloten de fietspaden te laten aansluiten op bestaande trajecten en ze deels aan de rand van de nieuwe natuurgebieden aan te leggen. De fietspaden zijn overigens een voltreffer en leiden jaarlijks al ongeveer 1 miljoen dagjes mensen langs de grens Maasnatuur in het grensoverschrijdende rivierpark Maasvallei. Dit waren weer de actualiteiten van BIOS, de streekomroep voor ons allemaal.